Als je s'nachts naar de hemel kijkt, kijk je rechtstreeks naar andere werelden en je kijkt terug in de tijd. De oude Grieken keken ook al naar de hemel en dachten dat de zon en de maan om de aarde heen draaiden, in een grote bol waar de sterren op vastgeplakt zitten. Maar vijf lichtjes gaan echter hun eigen route door het heelal, dus dat moeten dan wel de goden zijn. De Romeinen noemden ze dan ook Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus hun goden. De oude Grieken wisten al de juiste afstand tot de zon, de maan en de omtrek van de aarde te meten, dankzij driehoeksmetingen met de schaduw van de zon. Ptolemeus schreef alles op en zorgde voor wiskundige berekeningen zodat het allemaal leek te kloppen, ook de retrograde bewegingen die planeten af en toe lijken te maken. Maar klopte dat? Pas rond het jaar 1500 werden de volgende stappen gezet. Nicolaas Copernicus vond die ingewikkelde rondjes van planeten niet ideaal. Hij kwam met de oplossing, namelijk je doet de zon in het midden en dan klopt alles wat je ziet. Al die mooie banen en dat planeten af en toe zo'n retrograde beweging lijkt te maken, dat is gewoon dat de aarde ze inhaalt. En daarmee had hij gelijk, maar de kerk was woedend. De aarde moest van hen in het midden blijven, want God had de mens gemaakt als allerbelangrijkste onderdeel van het heelal. Ook concludeerde Copernicus dat de aarde om zichzelf draait in 24 uur en daarom zien we dag en nacht. Kepler staarde elke avond naar de sterren en deed metingen. Hij bewees dat planeten niet precies rondjes draaien om de zon, maar in een ellips. In hoe dichter bij de zon, hoe sneller ze gaan. Verder weg gaan ze langzamer. Waarom is dat? In Italië leefde in die tijd Galileo Galilei. Hij had de eerste telescoop Rond 1600 keek hij als eerste diep de ruimte in. Hij zag duizenden meer sterren dat Saturnus ringen heeft, dat de maan vol met kraters zit en zelfs zag hij vier manen om Jupiter heen draaien. Ook zag hij de fasen van Venus, net als de maan die heeft, bewijst dat alles om de zon draait. De kerk klaagde hem aan voor ketterij en Galileo werd gedwongen te bekennen. Hij kreeg levenslang huisarrest. Maar daar ging hij gewoon weer verder met observeren. Hij liet grote en kleine ballen van hetzelfde materiaal vallen en ontdekte dat ze even hard vallen. Wat had dit te maken met die bollen in de hemel die zich zo gedragen rond de zon? Isaac Newton ontdekte dat de planeten om de zon vallen, net als een appel en de aarde naar elkaar toe vallen. Maar de planeten gaan zo snel dat ze niet dichter bij de zon komen. En dat de maan om de aarde draait is ook dezelfde zwaartekracht. En die zwaartekracht van de maan die trekt de oceaan aan en veroorzaakt eb en vloed. Newton ontdekte dat je met wiskunde en natuurkunde het hele heelal kunt verklaren. En dat deed hij in zijn boek Principia. Einstein kwam daarna met de relativiteitstheorie: het idee dat tijd en ruimte één ding zijn: ruimtetijd, als een raster waar alles aan vast zit. Voorwerpen met een grote massa, zoals een ster. Verbuigen dit net van ruimtetijd sterker. Zo is een bocht de rechtste route door de ruimte in de buurt van een zwaar object. Einstein voorspelde dat zelfs licht verbogen kon worden. In 1919 ging men dit idee testen tijdens een zonsverduistering. En inderdaad konden ze sterren zien die op dat moment achter de zon hoorden te zitten. De massa van de zon verboog het licht. We zien dit zelfs als lenzen, als cirkels in de hemel. Maar een van de consequenties van Einsteins berekeningen was dat het heelal of uit elkaar beweegt, of door de zwaartekracht allemaal bij elkaar gaat klonteren. En dat er ergens een begin of een einde is. Ja, Einstein vond dit maar niks. Hij wilde dat dit heelal mooi altijd hetzelfde bleef. als het klokwerk van een horloge. Einstein verzond de kosmologische constanten als een soort wiskundige truc om alles wel hetzelfde te houden. Maar hoe langer iedereen blijft rekenen en door telescopen kijken, duidelijk werd dat het heelal aan het uitdijen is en erbij ligt als een soort ja, ontploffing. Georges Lemaître zei: hé hey, wacht even. Als het heelal nu groter wordt, dan was het vroeger kleiner en daarvoor nog kleiner, hoe langer terug nog kleiner." Logischerwijs was het dan ooit zo klein en zo heet dat alles bij elkaar zat in een oneindig klein stipje, wat toen ontploft is. Dit idee heet nu de oerknal of Big Bang. Edwin Hubble bouwde in die tijd, jaren 20 van 1920, een hele krachtige telescoop. En ontdekte dat onze zon een grote ster was, net zoals er nog miljarden andere sterren in het Melkwegstelsel zijn. En ongeveer driekwart van hen is kleiner dan de zon. Hubble vroeg zich af hoe groot dit heelal eigenlijk was, denkende dat de Melkweg het heelal is. Hij zocht daarom naar standaardsterren, waarvan het licht altijd hetzelfde is, waarvan we weten hoe licht ze zijn, ook wel standaardkaarsen genoemd. Hubble nam zo'n ster in de Andromeda-nevel. Om zijn metingen mee te doen. Die ster bleek een miljoen lichtjaar bij ons vandaan te liggen. En een lichtjaar is de afstand die licht in een jaar aflegt. En licht gaat 300.000 kilometer per seconde. Oftewel in één seconde naar de maan, in acht minuten naar de zon. Maar een miljoen lichtjaar. Tot nu toe had Hubble afstanden tot nou, 100.000 gemeten in de Melkweg. Zijn ontdekking was. Dat wij in een groep sterren genaamd Melkweg wonen. Dan is er een poosje niks en dan ligt er nog zo'n sterrenstelsel genaamd Andromeda. In één avond werd ons begrip van het heelal een hele klap groter. Maar Hubble ging door. Hij ontdekte met zijn sterke telescoop dat het hele heelal vol sterrenstelsels zit. En hij ging ze allemaal opmeten. En hoe langer hij bezig was. Hoe meer hij ontdekte dat elk stelsel wegbeweegt van vrijwel elk ander stelsel. Oftewel, het heelal wordt groter en groter en groter ongeveer terwijl er naar kijkt, en het versnelt zelfs. In diezelfde tijd ontdekte Fred Hoyle dat elementen bijna allemaal ontstaan in sterren. In onze zon ontstaan lichtere elementen zoals zuurstof, calcium, neon door kernfusie van helium en waterstof. En de zware elementen zoals goud en zilver worden gemaakt onder hele hoge druk. Dat kan alleen in een supernova, een ontploffende ster waarvan de brandstof op is, of in een botsende neutronensterren-duo. Die maken de allerzwaarste atomen. Maar de brandstof van sterren is waterstof en helium, de lichtste elementen. Waar komt dat dan vandaan? Waterstof maakt ook nu nog driekwart van het zichtbare heelal uit. George Kermhoff. Legde de link met de oerknal. Daar moet dan in één klap al die waterstof zijn ontstaan. En dan door wat botsingen misschien nog 10% helium. Zo rekenden ze uit. En dat bleek te kloppen met observaties. De oerknal maakte een enorme hoeveelheid eenvoudige atomen. Waarna generatie na generatie na generatie van sterren steeds zwaardere atomen laat samensmelten. Die sterren en supernova's. En die elementen, die kunnen we zien. Maar die oerknal, waar is die? In de jaren zestig ging een groep wetenschappers instrumenten bouwen om de knal van de oerknal te vinden. Op dat moment ergens anders waren twee mannen bezig met een radioverbinding. Ze probeerden hun radioantenne af te stemmen met een satelliet. Maar wat ze ook deden, ze hielden altijd ruis. Dat was precies waar die andere groep naar op zoek was. De knal van de oerknal bleek de kosmische achtergrondruis te zijn. Waar we ook kijken, het heelal heeft in alle richtingen eenzelfde structuur en eenzelfde temperatuur. Dit betekent dat het heelal helemaal in het begin nog de kans had om gelijkmatig te mengen. Tijdens deze periode van inflatie, de eerste seconde na de oerknal, deide het heelal sneller uit dan de snelheid van het licht. En splitst de zwaartekracht zich af van de andere drie? Elektromagnetisme, zwakke en sterke kernkracht. Na een seconde scheiden zij ook. En na drie minuten is de oerknal een miljard graden. Koel cool genoeg voor atoomkernen om zich te vormen: waterstof en een beetje helium. 380.000 jaar later ontstaan licht en straling. Het verste terug dat wij nog kunnen zien. Binnen een miljard jaar. Klonteren waterstof-gaswolken tot sterren, die onder hun eigen gewicht in brand vliegen. Maar de eerste sterren zijn reusachtig. Ze verbruiken hun brandstof razendsnel en ontploffen als hypernova's, en bezaaien het heelal met zwaardere elementen. Sterrenstof eigenlijk. Overal in de stofwolken klontert materie samen, met een accretieschijf, een soort disk, eromheen. In het midden ontbranden sterren, en eromheen vegen planeten hun paadjes schoon, totdat er een rustigere situatie ontstaat. 13,75 miljard jaar na de oerknal is nu, en het gedeelte wat wij van het heelal kunnen zien is 93 miljard lichtjaar in doorsnee, met daarin ongeveer 125 miljard sterrenstelsels zoals ons eigen melkwegstelsel, en daarin zitten gemiddeld minstens 100 miljard sterren, zoals onze zon. Ze zitten in clusters en filamenten losjes aan elkaar, al die sterrenstelsels. Veel sterren zijn een duo en overal ontdekken we planeten en manen. Ons zonnestelsel heeft acht planeten en nog 300 manen en dwergplaneten. Maar andere zonnestelsels die we zien hebben bijvoorbeeld een hele hete Jupiter-achtige planeet als eerste, heel dicht bij de zon. Of meerdere superaarders. Hoeveel planeten zijn er? Ja, niemand weet het zeker, maar ze lijken overal te zijn. Een miljoen, miljard, miljard is een reële schatting. En ja, hoeveel daarvan hebben leven? Als we met een prisma naar het licht uit het heelal kijken, zien we streepjes. Elk element heeft zijn eigen plek. En zo weten we dat er genoeg water moet zijn in het heelal. Genoeg planeten, genoeg water, maar ook een prettige afstand tot de zon is handig. Niet te heet, niet te koud voor vloeibaar water. Het liefst woon je ook niet in het centrum van een sterrenstelsel, waar een superzwaar zwart gat huist die zelfs licht opzuigt. Als hij te veel sterren tegelijk opeet, ontstaat er zelfs een quasar, een straal superheet gas, wat alles kapot maakt. En de toekomst. Over 5 miljard jaar is de brandstof van de zon op. En zwelt hij op tot een rode reus en dooft. In de Melkweg worden geen sterren meer geboren. De Melkweg is te zwaar geworden en een te zwaar spiraalstelsel gaat dood, de sterren doven. Maar net op tijd gaan we botsen met onze grotere buurman Andromeda. Aangezien de ruimte vooral leeg is, vliegen ze eerst dwars door elkaar. Ook andere stelsels zien we dit doen. Maar de zwaartekracht trekt alles weer bij elkaar. Een nieuwe lading sterren ontbrandt in dit nieuwe ellipsvormige stelsel. Eerst is er weer zo'n quasar, maar in de miljarden jaren die volgen, absorberen we alle dwergstelsels uit onze lokale groep. Ondertussen blijft de versnellende uitdijing van het heelal doorgaan. Zo snel dat het licht van andere stelsels ons langzamerhand niet meer gaat bereiken. Donkere materie. Wint het overal van de zwaartekracht. Hoe het heelal dan eindigt, daar zijn meerdere opties voor mogelijk. Aangezien het heelal steeds groter en kouder wordt, kun je eindigen met een hele lege, koude en gelijkmatig verspreide duisternis: de Big Chill. Over ongeveer 155 miljard jaar dan gaan alle lichtjes langzaam uit. Maar ook de versnelling van de uitdijing van het heelal kan zo sterk gaan versnellen dat over 35 miljard jaar alles uit elkaar scheurt. Tijd, ruimte en zelfs atomen scheuren uit elkaar in de Big Rip. Ook zou alles weer terug kunnen vallen naar waar het vandaan komt de Big Crunch. Ja, in dat geval kan er uit dat stipje weer een nieuwe oerknal ontstaan een zichzelf recyclend, herhalend heelal. En misschien. Is dat binnenste van een zwart gat ook wel zo'n plek waar dat weer mee kan? En leven we in een multiversum van bellenblaas van heelallen? Elke dag worden nieuwe planeten gevonden. Een heleboel zijn ook vergelijkbaar met de Aarde. Is daar ergens intelligent leven? Of alleen wat bacterietjes? Zouden we een bericht naar elkaar kunnen sturen? Of erheen reizen? Of zijn we echt. Helemaal, helemaal alleen.